Joop van het Hek sluit veel van zijn voorstellingen nog steeds af met het lied Niemand weet hoe laat het is. Het nummer is al die tijd zijn lijflied gebleven: Van het Hek, 63, schreef het lied in aanloop naar zijn eerste Oudejaarsconferentie in 1989. Halverwege november wist ik dat de voorstelling nog een lied miste: een lied dat snit, een lied met kracht, zegt de cabaretier, die ook dit jaar een conferentie zal verzorgen. In een beschouwend interview in de Vara Gids, ik zei dat op een zaterdagavond tegen mijn vrouw en diezelfde nacht schreef ik in een klein half uur niemand weet hoe laat het is, waarin ik niks anders vertel dan dat je moet leven omdat het ieder moment afgelopen kan zijn. De tekst werd in diezelfde nacht naar componist Ton Scherpenzeel gestuurd, die op zijn beurt al de daarop volgende ochtend een melodie had samengesteld.